Heel Nederland is weer in de ban geweest van de Elfstedentocht. De schaatsmarathon over een afstand van 200 kilometer langs 11 steden in Friesland. De 138 wedstrijdrijders werden in de vroege ochtend om 6 uur precies in Leeuwarden gelost bij lichte noordoostelijke wind en matige vorst. Ze begonnen met een sprint van 100 meter naar de aanbindplaats op het ijs waar het organisatiecomité banken had neergezet. In het licht van schijnwerpers en magnesiumfakkels bonden ze haastig de schaatsen onder of trokken de schoenen met noren aan. Er heerste in deze ogenblikken op het Van Haringsmakanaal een jachtige bedrijvigheid. Elke seconde was hier al kostbaar. Binnen 5 minuten na de start uit de loods stortten de eerste rijders zich al in de duisternis naar Sneek. Allen hadden zich behoorlijk ingepakt, want al was de kou minder streng dan verwacht werd en al blies ook de wind niet zo hard, een temperatuur van 10 graden onder nul is toch nog altijd geen pretje. Een half uur na de wedstrijdrijders vertrokken de toerrijders en die deden het al direct wat kalmer aan. Hun is het alleen om de prestatie begonnen. Toen de zon de ochtendhemel verlichtte, hadden de wedstrijdrijders al meer dan 50 kilometer onder de schaatsen weggeduwd. Dat kwam enerzijds door het bijzonder milde weer in vergelijking met 1947, anderzijds doordat er in de kopgroep sterke rijders zaten die er hard aan trokken, zoals dat heet. In het Friese merengebied bij Galamadammen en ook langs de Warnservaart naar Staveren konden we van het hoge tempo een uitstekende indruk krijgen. Met lange slagen sneden de rijders de ene kilometer na de andere weg. Om 5 minuten voor 8:30, nog geen 2,5 uur na de start, bereikte een kopgroep van een man of 20 de controle in Staveren. De tijdwinst op het schema bedroeg toen al bijna 1/2 uur. Snel werden de kaarten afgestempeld, geen tijd voor een adempauze. In recordtempo ging het verder, nu naar het noorden, naar Hindelopen, over glimmend ijs waarop hardrijden mogelijk was. De belangstelling in Hindelopen was niet zo heel erg groot, maar dat kwam alleen doordat men de renners zo vroeg nog niet verwacht had. Ze moesten hiervoor de controle het ijs verlaten. Klaas Schipper was een van de eersten die zijn kaart liet afstempelen. Hij is de man die in 1947 de tweede plaats bezette in de wedstrijd, maar die toen later gedisqualificeerd werd. Nu zat hij weer aan de spits, in die groep van 20 waaruit de winnaar tevoorschijn zou komen. Om 9:45 draafde het leidende peloton Bolzwart binnen. Sommigen hadden bekers in de hand voor de thee, maar niet iedereen kreeg die drank op de manier die hij zich had voorgesteld. Hier hadden de wedstrijdrijders de eerste 100 kilometer erop zitten. In hun voetspoor, maar ver achter, reden heel op hun gemak de toerrijders, in totaal meer dan 2.500. Voor hen bestond nauwelijks belangstelling, maar die hebben ze ook niet nodig. Het gaat hun voornamelijk om het sportieve genoegen. De wedstrijdrijders zijn intussen Franeker genaderd. De hele stad is uitgelopen om ze te zien passeren. Telefonisch kwam er bericht door dat in Harlingen een kopgroep van 6 het eerst voorbij was gekomen. Deze 6, waaronder 4 Friezen, bereikten om 11 uur precies, na 5 uur rijden en 130 kilometer, ook in Franeker het eerste controlepost. Het waren Garicius, Van den Berg, Nauta, De Koning, Verhoeven en Leffertstra. Terwijl de kaarten werden afgestempeld, dronken de rijders een kop soep of een kop chocola, maar ze hadden er eigenlijk de tijd niet voor. Van hun gezichten waren de spanning en de inspanning duidelijk af te lezen. Garicius was de eerste die zich al drinkend nog op weg begaf naar Dokkum. De voorsprong op het tijdschema bedroeg al bijna 1 uur toen de rijders van de kopgroep op de splitsing bij Bartlehiem ten noorden van Leeuwarden de weg naar Dokkum insloegen. Naarmate ze dichter bij het einddoel kwamen, werd de belangstelling van het publiek groter. Om 1:15 middags waren de 6 koplopers terug op het kruispunt. En vandaar resten toen nog maar een kleine 10 kilometer tot Leeuwarden. In de Friese hoofdstad werd aan de voet van de Oldenhoven de finish in gereedheid gebracht. De politie zorgde er geheel in stijl voor dat niemand op de baan de rijders in de weg zou lopen. Om precies 1:30 stoven de 6 leiders Leeuwarden binnen. Hier moest op 500 meter van de finish nog een moeilijke hindernis worden genomen. Jeen van den Berg bereikte als eerste de loopplank naar de wal, gevolgd door Verhoeven, Garicius, De Koning, Nauta en Leffertstra. De rijders haasten zich over stro naar de stadsgracht om een zo gunstig mogelijke positie te verkrijgen voor de eindsprint. In het gedrang dat ontstond geraakte Verhoeven uit balans. Garicius kwam te vallen. Maar Jeen van den Berg, een jonge Friese onderwijzer uit Nijbeets, liet zich niet van de wijs brengen. En hij was het die onbedreigd en toegejuicht door de 1000 toeschouwers als winnaar door de finish kwam. De 9e Elfstedenwedstrijd werd verreden met een gemiddelde snelheid van bijna 27 km per uur in de nieuwe recordtijd van 7 uur en 35 minuten. Van den Berg was blij dat hij de schaatsen kon verlaten. Iets wat we volledig kunnen begrijpen.